Hallo beste mensen thuis, ik ben even ten Apel en ook vandaag word ik weer bijgestaan door Jurie Mulder. Ja, lieve mensen thuis voor de buis, we gaan een mooie wedstrijd zien vandaag. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Wie 4-5-1 zegt, denkt meteen aan een heel erg defensieve formatie. Maar is dat zo in dit geval, Jurie? Nee, het middenveld staat vrij hoog, en zodat er snel druk kan worden gezet. En in balbezit zal er vanuit het middenveld veel ondersteuning zijn voor die ene spits. We krijgen vandaag een team dat ervan houdt om de tegenstander overal op het veld onder druk te zetten. Meestal met veel succes. Als je nou naar deze opstelling kijkt, denk je dan dat het ook zo zal gaan vandaag? Ja, ze spelen altijd zo, Evert. En het is een tactiek die ze tot in de perfectie beheersen. Dus dat gaan we vandaag zeker ook terugzien. De bal is in het spel en we kunnen rustig gaan zitten voor anderhalf uur voetbal. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Wordt dit een doelpunt? Komt dat schot? Dat had de openingsgoal moeten zijn, maar volgens mij is hij nog niet helemaal wakker uit de kleedkamer gekomen. Nee, volgens mij ook niet. Die had er echt in gemoeten, Evert. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. En nu uithalen. Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. De goal vanuit een andere hoek. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. De bal komt in het strafschopgebied. Daar is de snelle gelijkmaker. En ze hebben niet lang van hun voorsprong kunnen genieten. De doelpunten vallen als rijpe appelen. Wat gaan we nog allemaal beleven vandaag? Ja.
Hij maakt het goed af, maar die paas was van een uitzonderlijke schoonheid. De schoonheid zat hem in die paas, Evert. Geweldig. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Uithalen zou ik zeggen. En bijna scoort hij zijn tweede van de wedstrijd. Was voor hem mooi geweest, maar de keeper redt. Over de lijn, ingooi. Daar is het balbezit. En nu? Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij doet wat hij moet. De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Wie weet levert dit een kans op. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Davy Roef. De bal gaat naar de zijkant. Bajeleje, hij is er vandoor. Daar is de poging. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Schot gelost. En doelpunt. De bal verdwijnt buiten bereik van de doelman in de bovenhoek. Schitterend doelpunt, Evert. Prachtig geplaatst schot in de kruising. Ja, die zit er goed in. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Geen aanspeelmogelijkheden dus, maar weer een tikkie terug. Komt hier een kans aan. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij doet het. En we krijgen een hoekschop. De bal wordt in de 16 gepompt.
Jongen, dat is nog geen afwerken dit. Een opgelegde kans en dan moet een slap balletje te proppen komen. Kan toch niet? Nee, natuurlijk niet even. Van deze afstand moet hij gewoon in het mandje liggen. Zeker op dit niveau. Wat een snelheid. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Zo boek je natuurlijk wel treinwinst. Bajeleje. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Diep. En het schot. Buitenspel volgens de scheidsrechters. Anders had hij gezeten. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dit is een grote kans hoor. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. De bal gaat heen en weer. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Gezien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? De doelman maakt de vrije trap compleet onschadelijk. Er ligt ruimte aan de zijkant. De paas lijkt goed. De kopbal was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Wie weet levert dit een kans op. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Dat is een lekker balletje. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Nu schieten! Doelpunt! Ze maken de achterstand ongedaan. Wat gaan we hier allemaal nog beleven, man? Het kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Wat een wedstrijd, zeg! De teams zijn weer in evenwicht. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De stand is weer gelijk. Fantastische wedstrijd. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Schot gelost.
Daar was hij bijna. Een gevaarlijk moment, maar de bal mist het doel op een haartje na. Ja, dat was een behoorlijke kans, Evert. Hij probeert hem te plaatsen. Maar ja, die bal die was net iets te scherp aangesneden. 4 minuten extra tijd maar liefst. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Knap verdedigd. Hij dribbelt met de bal richting doel. Hij verliest de bal. Daar is de poging. De keeper heeft hem. Die bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Wat een waanzinnig schot. We gaan rusten met 2-2. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Ja, zijn doelpunt vlak voor rust heeft het aanzien van deze wedstrijd volledig veranderd. Hè? Dit kan nog een geweldige tweede helft worden. Ik vind dat hij een goede wedstrijd speelt. Hij krijgt steun. De aftrap van de tweede helft. En laten we hopen op meer van hetzelfde, Jury. Nou, we hebben genoten in de eerste helft. En hopelijk kunnen ze dat volhouden in de tweede helft. Leijen. Nou, die is er doorheen. Ik zal maar uithalen. Die bal is een prooi voor de keeper. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. De bal wordt voor het doel gebracht. Hij verliest de bal. Bal voor het doel. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Dat wordt een inworp. Komt daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel hand. De scheidsrechter fluit voor buitenspel en zo gaat deze goal niet door. We gaan wisselen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Gaat hij het nu doen? Hij is er vandoor. Niet te veel aarzelen hoor, hier liggen mogelijkheden. De voorzet is een prooi voor de achterhoede. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen.
Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ze krijgen een vrije trap. Dit was een pittige overtreding en de scheidsrechter besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is een terechte kaart, denk ik. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. De bal wordt in de 16 gebracht. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Mogelijk een goede kans hier. Dat is de kans op een voorsprong. Oh, dit is toch wel een geweldige misser hoor. Ja, dit is echt een opgelegde kans. Zo wil je ze eigenlijk het liefst hebben. De afwerking is teleurstellend. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nu schieten! Die speler ontsnapt aan de verdediging en is zo dichtbij een geweldige goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. Ze hadden geen kans meer. Nou ja, die bal gaat er niet in. Hij haalt de speler met geel uit het veld om te voorkomen dat het rood wordt. Ze krijgen een ingooi. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. Goeie paas weer. Een puike wedstrijd speelt hij deze man. Hij is geblesseerd en zou moeten worden gewisseld. De speler krijgt de bal weer terug. Wie weet levert dit een kans op. Nu moet hij voorgeven. Oh, knalhard schot. Het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Kom daar de voorsprong aan? Je zou haast denken van wel. Achter en een hoekschop, geen doeltrap. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Komt dat schot? Die bal is natuurlijk voor de doelman. Deze doelman houdt zich goed staande. Dankzij zijn ingrijpen blijft het gelijk. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Die paas wordt onderschept. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. De bal komt voor het doel.
Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. Aan de zijkant. Ja, daar ligt de ruimte. Hij dribbelt met de bal richting het doel. Eentje hoor voor de doelman. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. En opnieuw steekt hij een stokje voor. Dan schiet hij. De keeper heeft hem. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. De bal wordt in de 16 gebracht. Uiteindelijk loopt de aanval op niks uit. We hebben nog 8 minuten. Nou, vooruit. Wie durft nog? De tijd begint nu toch echt te dringen. Dit kan een kans worden. Gaat hij het nu doen? Daar is de poging. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Bal is over de lijn ingooi. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Bayeleye. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Kunnen ze... De keeper pakt de bal. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem. Want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applaus in ontvangst te nemen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen. Bayeleye. Er ligt heel veel ruimte daar op de flank. Daar komt laat in de wedstrijd nog een grote kans aan om de wedstrijd... Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Geen risico hoor, weg met die bal. 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. En nu doorgaan. Deze had vast iets heel moois in gedachten, maar dit schot is echt iets om heel snel te vergeten, lijkt me. Ja, die bal die komt niet eens in de buurt van het doel. Met dit soort afzwaaiers maak je de tegenstander erg makkelijk. Hij is er door. Waar komt dat schot? Ze scoren in de slotfase en lijken daarmee af te steven op een overwinning. Ze kunnen hun geluk niet op en dat is begrijpelijk. De overwinning is nu wel heel dichtbij. Een geweldig moment voor de doelpuntenmaker en de rest van het team. Deze voorsprong geven ze vast niet meer weg. Ja, de buiten is binnen lijkt me. Knap afgemaakt trouwens. Het doelpunt valt erg laat in de wedstrijd. Dus ze hebben eigenlijk de winst al op zak nu. Volgens mij. De wedstrijd is afgelopen. Wat een spannende wedstrijd. Het ging op en neer. Heerlijke wedstrijd, Evert. Veel kansen gezien.
Heeft het aardig gedaan vandaag? Wat vond jij ervan, Juri? Dat winnende doelpunt zo laat in de wedstrijd, die staat morgen op de voorpagina van de kranten, Evert. Wat een geweldige manier om de wedstrijd af te sluiten.